De tijd van Abraham Kuyper ademde deze rustige sfeer. Communicatie volstond met een brief, een krant. Maar de snelle informatiestroom van de jaren 90 is bijna niet meer bij te benen. Om daarop in te spelen kiest het CDA voor telematica. Als eerste politieke partij in Nederland maakt het CDA gebruik van videotex en elektronische post. Het speciale videotex-systeem voor het CDA luistert naar de naam CDA-tel. CDA-tel is een systeem voor het opvragen en uitwisselen van informatie via de personal computer of via een speciale videotex-terminal. 24 uur per dag. Voor de CDA-politicus in Den Haag, in Straatsburg. Voor actieve CDA'ers in het land. Voor andere in politiek geïnteresseerde burgers. Eigenlijk voor iedereen dus. Een technische knobbel is niet nodig om CDA-tel te kunnen gebruiken. Als u weet hoe een telefoon werkt en wat u met een personal computer kunt doen, hebt u het systeem zo onder de knie. Met behulp van een modem sluit u uw personal computer aan op een telefoonlijn. Door 06-7400 te kiezen, maakt u verbinding met Videotexnet. Door de naam CDA-tel in te toetsen, komt u rechtstreeks in contact met het informatiesysteem van het CDA. Alle gewenste informatie kan nu door u worden opgeroepen of verzonden. Dat gebeurt via keuzemenu's. De weg wijst zich vanzelf. Of het nu gaat om actuele ontwikkelingen, of om adressen en telefoonnummers, vragen aan het CDA, het bestellen van teksten of brochures, of om het raadplegen van agenda's van bijeenkomsten en spreekbeurten, alles komt aan bod. Haagse, regionale, lokale en Europese zaken. Voor een Kamerlid is een goed contact met de kiezer van groot belang. En CDA-tel kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, omdat het een modern communicatiemiddel is, wat heel efficiënt omgaan met de achterban mogelijk maakt. Wij kunnen aangeven waar wij bijvoorbeeld spreekbeurten houden. En we kunnen ook aangeven waar de belangrijkste beslissingen de afgelopen tijd over zijn gegaan. En een snelle reactie vanuit de achterban daarop is dan ook makkelijker mogelijk te maken. Er komen altijd heel veel vragen van leden van de afdelingen, van belangstellenden en van partijbestuurders uit het land hier naar het Binnenhof. Maar men wil ook weten wat er in het Europees Parlement speelt, of men wil iets weten van het partijbureau. En dat moet heel snel op geantwoord worden. En ook omgekeerd is er belangstelling van hieruit, vanuit de politiek, om heel snel te weten wat er bij de achterban leeft. En gelukkig hebben we nu de nieuwe mogelijkheden met deze techniek. We zijn er buitengewoon blij mee. Ik denk dat dat heel praktisch betekent dat we echt politiek dichter bij de mensen kunnen brengen. Dit was een programma in de